Ik heb die warming-up van Ajax gezien. Ja? Nou, als ik vroeger die warming-up mee had gedaan... Dan was je klaar geweest. Dan had ik gewoon gaan douchen en in de bus gaan. Ja. En dan had ik gezegd, ik ben klaar. Ja. En dan had ik me ook nog even laten masseren. Ja. Is er ooit wel eens iemand met kramp uitgevallen in de warming-up? Is dat wel eens gebeurd? Dat nog niet. Ik wist niet wat ik zag. Dat was echt... Benen weer rennen. Ja, topsport was het gewoon, toen al. Ik kan me nog herinneren dat we bij PSV een beetje liepen te lummelen. 5-2, een beetje rommelen. En dan op het eind deden we 1 sprintje. Zo. En dan een halve terug. Ja. Maar deze doen er gewoon 30. Dat is niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Die hebben ook... Gewoon, ik hoorde achteraf van... Gewoon eigen schoenen ook voor de warming-up schoenen. Warming-up schoenen? Ja, die dingen zijn na 5 warming-ups versleten. Nee, joh, ik wist echt serieus. Ik wist niet wat ik zag. Ik heb een stijgende verbazing ernaar zitten kijken. Ja, maar die jongens zijn topfit. Daar ook Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Inside.